Monique Chabot, dit is een beetje een heugelijk weerzien met Almelo, hè? Want... Ja, dat is inderdaad, ja. Want 52 jaar geleden waren wij hier ook. En toen werd het boertje voor het eerst onthuld eigenlijk door mevrouw Veemeijer. Ik geloof dat dat een directielid van VND was, want daar stond het toen ook. Op het plein voor VND, als ik het me nog goed herinner tenminste. Het werd geschonken door VND? Oh, het werd geschonken door VND, ja, ja, ja. En toen is het helaas gestolen? Ja, dat is... Geloof ik in 2012 of iets, zoiets, ja. Wanneer is het weer terug en waarom mag u hier dit onthullen? Ja, ik ben eigenlijk het nichtje van Henk, waar hij dol op was. Mijn vader was ook kunstschilder en de 13 jaar jongere broer van Henk. En zij werkten dus heel erg samen. Ze hadden samen aanvankelijk een atelier. En mijn vader werd gestimuleerd door oom Henk om naar de academie te gaan. Dus die hadden een heel sterke band binnen het gezin. Oom Henk had geen kinderen. En mijn vader werd pas vader van mij op 40-jarige leeftijd. Dus dat was voor Henk en zijn vrouw To ook een heel bijzondere gebeurtenis. En eigenlijk was ik dus zijn lievelingsnichtje. Wij hebben ook overigens heel weinig familie. Dus ik nam een bijzondere plaats in. Hij noemde mij altijd zijn kleine perstapie. Heel goede herinneringen aan Henk Chabot en familie. Heel, heel fijne herinneringen aan, ja. Leuk dat dat nog een keer weer voorbij komt dan, hè? Ja, dat is inderdaad. Nou, en ik ben heel trots dat het er nu weer staat. Want wij hoorden het eigenlijk, dat is dan nu 4 jaar geleden, dat het van de straat gehaald was, dus gestolen. Ja, dat is geen onbekend fenomeen natuurlijk met bronzen beelden, maar dat vond ik wel heel erg. En we zijn dan een paar jaar geleden hier komen kijken. Toen was het op een andere plaats. Ik dacht bij een bruggetje ergens hier in de buurt. En daar stond dan een soort glazen koepeltje, ja, hokje met een foto van het beeldje. En toen was het eigenlijk nog niet direct aan de orde dat het weer opnieuw gegoten zou worden. Maar dat hoorden we dus eigenlijk pas. Dat het nu definitief gegoten werd. En wij hadden thuis nog de mal. Dus dat was makkelijk. Dus dat is dan opgehaald door de gieter. En ze hebben het heel mooi gedaan. En ik ben er heel blij en tevreden mee. Het is leuk dat het er nu weer staat natuurlijk. Dank u wel. Voorzichtig. Oei, keurig. Hij is al achterover gevallen. Oh, we zagen nog even. Is het voor hem? Wat een knappe geld.